Heyo mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Let's Play Assassin's Creed Origins. De vorige keer moesten we Aya volgen omdat we iemand gingen vermoorden die super belangrijk is. Die we moesten vermoorden omdat het voor mij de hagedis was of iets in de richting daarvan. Dus we moeten als een idioot achter Aya aanlopen omdat dat gewoon wel een heel sterk idee is. Praat met Aya, dat doen we. Shall we race, like we did in Siwa? Only if you are ready to lose. Bold words. I will see you back them up. Aha, we gaan ook naar racen. Eat my dust. Eat my dust. Ik loop voorop hoor, Pipo. Nog wel in ieder geval. You'll never find out. You're slower than Ramses, and he's been dead a few years now. Oh, dat is wel een echte gemeene opmerking hoor. You can't keep that pace. Try me. Nou, tot nu toe ben ik aan het winnen, toch, of niet? Maar dan is het goed, want ik wil niet verliezen. Faster, beast, faster. I need to prove my point. Dat gaat je niet lukken. Wie is de winnaar? Ik ben de winnaar. Seems I have come out on top. Seems you have. We all have weaknesses. Yes, and yours is winning graciously. What is this about? Tuurlijk. The queen is about to speak. Let's go and listen. Dan moeten we dus heel gauw hierheen. Ik dacht dat we iemand moesten gaan vermoorden, maar we moeten dus eerst nog met de koningin praten. Gatsi, darling. As they rule, the gods curse our land, withholding the river's floods. But as the living goddess ascends the throne, the waters will rise again. Through me, Memphis shines as rubies set in gold. Through me, Egypt triumphs. Dat zijn wel echt hele grote wachters trouwens hoor. I cannot lose them. They must know my voice is that of the goddess. My queen. The Apis bull persists in ailing. We have found the cause of his sickness. He was poisoned. Who did this? The twin priestesses. Have them boiled to death inside a bronze bull. Goddess, no. They were coerced. Their brother was kidnapped by a priest of Anubis with a blue scarf and a cuff. Hetepi? But he is amongst my closest advisors. Those living in one's shadow are the least worthy of trust. If even Hetepi is against me. Your wife and child were threatened by him, but now they are safe. We can overcome this. The priests of Anubis will be conducting rites in the great temple. Look for their masks. My blade will serve as well as his. That's me. I care not who kills the priest. Let it be done before we head to Heraklion in the north. Ja, baas. Wait. Tanun, the father, breathes strength into your arm. Nou, dan komt het nu helemaal goed, dacht ik. Daar moet het wel helemaal goed komen. Ja, lijkt me wel, toch of niet? Je weet het natuurlijk nooit zeker, maar het lijkt me van wel, maar ja. We moeten eerst 300 meter lopen en dan gaan we op zoek naar de hagedis. De hagedis, dat klinkt wel heel erg spannend eigenlijk. Hè. Dit is wel de hagedis, toch of niet? Oké, hij is een van de 5 priesters die een masker draagt. Oké. Waarom is dit zo hoog? Ik wil helemaal niet zo hoog. Ik wil laag. Oh, nu kan ik hier niet eens zo in één keer naar beneden springen, zeker wel. Holy fuck! Ik blijf dat echt super episch vinden elke keer weer. Maar dus dat is gewoon wel heel erg leuk. We moeten dus op zoek gaan. Hij
hoest, hij heeft een blauwe sjaal. En hoest voortdurend. Dat maakt het wel makkelijker om iemand te vinden eigenlijk, hè. Jo, doel is dichtbij. Ja, maar nog niet dichtbij genoeg, want we moeten nog wel 100 meter lopen in ieder geval, voordat we een beetje in de weer zijn. Ik bedoel, ja, hij is één van de vijf priesters. We zijn er niet eens in het gebouw van de priesters, dus ik denk ook nog niet dat we hier hoeven te gaan koekeloeren. Denk ik, weet je, weet ik niet zeker, maar lijkt me van niet. Ik bedoel, ik wil hier toch eerst binnen moeten komen, want we moeten hier toch binnenkomen voordat we verder gaan. Is dit gebouw nou ook gewoon echt? Only one of these priests has to die. How many priests does one city need? Nou, heel veel. Only one of these priests has to die. How many priests does one city need? Hier moet ook iets zijn. Ja, misschien hebben we hem al wel gevonden. We gaan gewoon rustig kijken waar ze allemaal rondlopen, of niet? Hier moet er nog ergens iets zijn, dus. Ja, en dan is er nog eentje hier ergens. Nou, dan gaan we rustig kijken. Dat lijkt me van wel, ja. Welke hoest en welke hoest niet. En als ze hoesten, dan zijn ze de lul. Dit hem dus niet. Dit is hem niet, want ik heb hem niet zien hoesten. En als hij niet hoest, dan is het hem dus niet. Dat is eigenlijk is dat best wel heel erg makkelijk kenmerk, hoor. Als hij hoest, dan is het hem, en anders dan is het hem dus niet. Dit moet hem dan wezen, want deze hoest er net. Haha, you are the one that needs to be killed because you were the one coughing. Lekker dan. Oh, Elizabeth, creepy. The priest who cursed Memphis. I serve the ways of old Egypt. Old Egypt asks a heavy price. Innocents mutilated. Children ripped from the womb. The high priest's name abused. His name was Muck before you arrived. The masses are the cattle of the gods, driven by the herdsman's whip. You are one of them, Bayek. You are a cow! It is will that drives me, not fear. Oh, yes? And who passes the whip over your back? Who demands that you stay in your car with my death? I have my gods. Now face yours. Ooh, I have my gods. Yeah, bitch. En nu gaan we hier gewoon heel gauw weg, of niet? I am death. The curses of Memphis are lifted. I should report to the others. Ja, nou, ik vind dat we dat best snel gedaan hebben eigenlijk, hoor. Eigenlijk vind ik dat we het hartstikke snel gedaan hebben. We hebben het ook best wel snel gedaan, trouwens. Want, ik bedoel, tuurlijk was dit fucking snel. Oh, dat was niet zo heel erg nice eigenlijk. Maar we gaan, denk ik, eerst even snel die scroll pakken. Want dat is best wel heel erg op de route. Eigenlijk is het helemaal op de route, want het is 100 meter. Zeg maar, het is nog ineens 100 meter verderop. Dus dat lijkt me gewoon wel heel erg verstandig om te doen. Ja, ik weet niet of het verstandig is, hoor. Maar het lijkt me in ieder geval wel leuk om te doen. Want dan hebben we toch weer een klein beetje XP erbij of zo, denk ik. Ik denk dat we daar wel wat XP voor krijgen. Dat lijkt me eigenlijk van wel, want dat krijgen we altijd. Dus dan krijg je dat gewoon nu ook, lijkt me. Sorry even voor die kleine onderbreking. Ik moest mijn zin nog even een keer afmaken, want ik kreeg zo'n pop-up in één keer in mijn melding van bla 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 en bla bla bla. Ik weet niet, ik krijg heel veel tools eventjes. Maar dat wil ik niet in de aflevering hebben, dus dan moet dat er even uitgeknipt worden. Dus ja, nou ja, vandaar even mijn halve zin en toen in één keer mijn hele zin. Maar we gaan dus eerst even snel de ding pakken, want ja, we krijgen daar toch XP voor. En I need XP, because we are level 24. En de volgende baas die wij moeten vermoorden is level 25. Tenminste, is een opdracht van level 25. Dus dat betekent dat we daar gewoon wel even iets beter ons best voor moeten doen. Waar is dat ding? Nah, nee, dat is hem niet. Daar is. Nee, dat is een schat. Dat is dus niet. Ook niet.
Dat is ook een schat. Ik wil geen schat. Ik moet dat andere ding vinden. Drama. Too much work. Way too much work for someone like me. Because I do not like a lot of work. Nou, kijk, ik weet niet. Veel werk is niet heel erg. Maar het hangt er wel natuurlijk een beetje heel erg veel vanaf. Van wat voor werk het is. En of het daadwerkelijk zinvol is. En als het niet echt zin... Oh. We hoeven alleen maar tegen de muur aan te klimmen en dan hebben we de opdracht gehaald. Leuk. Dat is wel makkelijk eigenlijk. Best wel heel erg makkelijk zelfs. En chill. Nice. Oké. My queen, they acted only to lift the threat on their brother's life. Curses will trouble you no more. Hetep. Could have driven him to such madness. Memphis is yours again. Ours. These dark matters settled, we can finally prepare for the festival of Apis. May demons feast on Hetepi's ka. And may those guilty of Khemo's death soon follow. Zij was wel echt een machtige vrouw trouwens. Oh jezus zeg. Oh, dat is echt asociaal. Cleopatra. Echt een supermachtige vrouw. Teringuintje. Maar ja. Die is nu al lang dood. Die is nou al lang dood. Dus daar hebben we nou niet zo heel veel last meer van. Maar goed. Weet je, het is alleen maar mooi. Want nu hebben wij een laadscherm. En na dit laadscherm krijgen we weer wat nieuws. En dan gaan we weer een nieuw avontuur beginnen. Tenminste, dat kan heel erg leuk zijn. Hoeft niet heel erg leuk te zijn. Maar het kan wel. En als het leuk is, komen we nu achter. Oh, we krijgen een filmpje. En dat is altijd. Zo, die man geeft al zijn kracht. Wel leuk dat die meisjes nog maar mochten blijven leven. Want anders zou ik het echt heel erg sneu vinden. Ja, ik weet niet. Het zou ik wel sneu vinden. It is agony to leave you, but I must go on alone. Aya! I will stand by my duty. Where will your duty take you? North, to set the sea aflame. I walk on your water. I hope we will hunt together again soon. Until then, let us take this night as ours. Yay! Mom-mom-dingen! Haha! Wat machtig mooi! En dan krijgen we nou weer zo'n donker scherm. En dan wordt het weer in één keer licht. En dan hebben we dus die boem-boem-dingen gedaan. Want we moeten weer verder naar de krokodil. Yes, de krokodil. We will find and kill the krokodil. And we need to do it very fast. Maar dan moeten we eerst eventjes naar de missies toe. Of eerst even bij de doelen kijken. Want we hebben nu weer een doel bereikt. Dat is met de hagedis. Die is hartstikke naar dood. En nu is dus alleen nog de krokodil over. Tot voor nu dan nog, zeg maar. Want ja, waarschijnlijk komen we nog wel veel meer dingen tegen. We zijn echt net geen level up. Dus we hoeven maar één vraagtekentje te doen. En dan zijn we wel level up. En dat zou betekenen dat als we level up zijn, dat we dan helemaal hierheen moeten reizen. Jezus Christus, dat is wel een pokkend. Maar dat betekent ook dat we hier nog wel genoeg andere dingen tegenkomen. Bijvoorbeeld dit vraagtekentje, die kunnen we nog wel even doen. Dat zijn allemaal van die dingen, die gaan we ook wel doen, want we moeten gewoon level 25 zijn voordat we hier aan gaan beginnen, want anders dan gaat het hem toch niet worden, want dat is veel te moeilijk dan. En als het veel te moeilijk is, dan hoef ik het toch niet te proberen, want dan heeft het heel weinig zin. Want ja, je kan niet winnen van, wauw, oké, dit is wel heel episch trouwens hoor. Jezus, dit is echt heel episch. Al die,
al die standbeelden zo en allemaal zo mooi bij elkaar. Dat soort dingen vind ik dus echt heel erg leuk en ook wel heel erg vet. En nu gaan we door deze poort en dan vinden we hier een schatkist. Oké, een schatkist. Laat maar, geen schatkist, we moeten vechten. Hallo, laat maar langs, Camel. Ik zou net zeggen, laat maar langs, maar je moet me er wel echt langs laten, want anders komt het niet goed. Ik wil eerst die boze dus killen, want die zijn wel heel erg fucking nasty. Dit is wel lastig, want nu ben ik bijna dood. Dat betekent dat ik het moeilijk krijg. Oh. Haha, yes! Oh, wow, we did it, motherfucker! Dacht je zomaar van ons kunnen winnen, zeker of niet? Oh, de lul. Maar ik moet de schat nog zien te vinden. Waar is de schat? Daar is de schat. Oké, found the treasure. That means that we need to go... Oh, ik zou zeggen dat ik hier dan ergens in moet, maar dat kan dus niet. Dus dan moeten we... Hierheen? Ik denk dat we dan hierheen moeten. Ja, die heb je ook zo dan. Haha, yeah bitch. You are all dead. Moet ik me hier allemaal geen ruk voorstellen natuurlijk. Hey, hold on! Oh, jij stelt wel een keer een ruk voor? Ik kan niet zeggen, wat is dit nou een keer voor vaag? Ga je nou een keer wegrennen bij mij? Voor mij wil je niet wegrennen, want ik vind jou hartstikke aardig om jou te leren kennen. Jezus zeg, oké, dit vind ik dan weer minder grappig. Ah, desynchronisatie. Die had ik even niet zien aankomen. Ha! Nee, die had ik even niet zien aankomen. Dat is een beetje sneu voor mij, want ja, ik dacht, oké, deze skill gaat eraan, maar deze skill ging niet helemaal niet. Fucking sterk. Fucking sterk. Maar dat komt gewoon omdat we er niet meer helemaal op voorbereid waren, want we waren gewoon al best wel gewond geraakt ofzo. Ja, eigenlijk wel door prutspraktijken. Vooral door prutspraktijken inderdaad, want het ging niet helemaal zoals het normaal gesproken hoort te gaan. Maar gelukkig weten we nu wel een beetje waar we moeten zoeken, dus dat maakt het leven gewoon wel heel erg makkelijk. Eigenlijk. Ja, maakt het leven wel heel makkelijk inderdaad, want we kunnen nu gewoon hier omhoog klimmen. En als we dan hier omhoog klauteren, dan kunnen we hier zo in een keer weer naar beneden gaan. Dan klauteren we hier langs. Plunder, plunder, plunder. Open, open en open. Dan weer op de map. Als we op de map drukken, dan kunnen we kijken waar we heen moeten lopen. De rebellenalliantie, gaan we die doen? Nou, dat zouden we eventueel wel kunnen doen. Eigenlijk wil ik het liefst nu gewoon hierheen reizen, om heel eerlijk te zijn. Dat kunnen we beter doen. Dan ga ik gewoon moord in de tempel doen. Dat klinkt ook wel als een leuke opdracht. De moord in de tempel. Dat klinkt wel als een spannende opdracht. Dacht je dat? Ik denk het eigenlijk stiekem gewoon wel. Nou, nu gaat hij me sowieso nooit meer pakken. Lukt hem niet meer. Niet dat het ook zin heeft om mij te proberen te pakken. Want als ik niet zin heb om hem te laten pakken, zeg maar, dan gaat het hem ook echt niet worden. Dan gaat het hem ook echt niet lukken, hoor. Dat weet ik wel zeker. Alleen ja, we moeten nu eerst een pokken en lopen. Dat is wel een beetje sneu voor mij. Oh, hier is nog een opdracht achter iets. Is alleen nog niet wat. Maar dat is 80 meter nog. Dat kunnen we ook nog wel even doen. Want 80 meter is niet heel veel. Wow. Oh, dit zijn ook heel veel luid trouwens. Ook meer dan ik had gedacht. Hoezo kan ik in één klap dood zijn? Dat vind ik echt heel erg walgelijk raar. Hoezo kan ik? Weet je, ik bedoel, kijk, ik snap wel dat hun, maar ik? Hoezo ik? Weet je, dat is raar. Nou goed, dan niet. Weet je, dan gaan we weer door. Want we reizen gewoon lekker door dan. Daar ga ik ook niet meer heel veel moeite in. Oh wacht, we lopen er gewoon nog een keer langs.
Whoa. Jongen. Die lui is wel heel erg irritant, want ze zitten gewoon met die pijlenbogen hartstikke hard op mij te knallen. En als je met een pijlenboog hartstikke hard op mij knalt. Nu moet ik gewoon eerst eventjes een rondje lopen ofzo. Ook nog even neerknallen natuurlijk. Stel ook niet meer zo heel veel voor. Hij stelt ook geen rol meer voor. Yay bitch, we got you all. En dat bedoel ik dus met eigenlijk horen we meer side content te doen. Maar aan de andere kant heb ik nu juist zoiets van. Ik wil eigenlijk zo snel mogelijk het spel uitspelen. Misschien, heel misschien dat ik gewoon zelf nog wel even wat... vraagtekens in de tussentijd gaan doen. Dat zou ook nog wel eventueel kunnen, maar daar moet ik echt even goed over nadenken. Want ja, aan de andere kant mis je dan wel, missen jullie dan wel allemaal content. Oh nee, mijn beestje is gewond geraakt. Die is nu ook bepotioned. Come on, you can do it, bro. You can do it for me. Please, do it for me. Dus daar zit ik een beetje over na te denken. Ik bedoel, kijk, het is toch niet zo dat ik hier al deze vraagtekens allemaal ga verkennen en zo. En tenminste, niet met jullie erbij, want dat duurt echt uren. Dat gaat echt zo fucking lang duren. En dit soort opdrachten, ik weet ook niet of dat leuk is om te zien. Dus daar twijfel ik nog even over om dat te gaan doen. Misschien zeg maar dat ik dan wel de opdrachten doe en de rest allemaal niet. Dat zou ook nog eventueel kunnen... Wat voor level is dit trouwens? Is dit heel hoog level of juist niet? Ja, dit is 30. 30, joh. Jezus Christus. Nou, zie, kijk, dat bedoel ik. Dus misschien dat ik dat ga doen. Dat ik dat zeg maar even in... tussen zeg maar de maandag en de vrijdag even ga doen. Dat ik terugkeer en dan later nog een keer terugkeer. Om zeg maar... Maar aan de andere kant heb ik dan het gevoel alsof ik de helft zelf doe en de helft neem ik op ofzo. Dus dat is een beetje het andere dingetje. Maar, I don't know. Get ready to move out. This vermin would be on the lookout. You will not pass. Nothing is wrong. Come on by escape, brothers. Oh, ik zit hier gevast. Oh, ik zat al in één keer in dat hok en toen zat ik in één keer niet meer in dat hok. En toen dacht ik, hé, wat gebeurt hier nou in één keer vervaagd? Dat was ook heel erg vaag trouwens. Heel erg vaag. I don't know. Ja, dat ging niet helemaal volgens de bedoeling in ieder geval, dat weet ik wel zeker. Nou ben ik hier alweer en ik moet daarheen eigenlijk. Dat was tenminste het idee waar ik naartoe wou gaan. Niet wat ik hier moet gaan doen eigenlijk, dus let me go there because I think that is the way of what we should go. Maar goed, daar heb ik dus zitten dus wel een beetje over na te denken, want om alles te gaan doen, dat gaat gewoon weken en weken en weken duren. En ik bedoel, straks komt Valhalla en dan wil ik eigenlijk al bezig zijn met Odyssey, want anders dan ja heb ik echt het gevoel alsof ik gewoon veel te lang nog bezig ben, weet je. En als ik dat gevoel heb, dan vind ik dat niet leuk. En als ik dat niet leuk vind, ja, dan ga ik daarvan balen. En als ik ergens van ga balen, vind ik het dan helemaal niet leuk. Dus dat is zeg maar een beetje mijn dilemma op het moment. En ik weet niet of het heel erg is, maar ik weet ook niet of het helemaal niet erg is. Dat weet ik niet. En dat vind ik ook heel lastig. Want juist je niet weet of je iets heel erg vindt, of dat je denkt van, nou ja, weet je wat, misschien valt er wel wat mee. Of ik het heel erg vind. Maar, ik weet niet. Valhalla ziet er in ieder geval tering vet uit. Dus die wil ik heel graag gaan spelen. En Odyssey ziet er ook tering vet uit. En dit spel vind ik tot nu toe ook gewoon tering vet. Dus dat is gewoon even dilemma. Misschien dat ik dan straks... het spel zo snel mogelijk uitspeel. En dan clear ik als het ware... hier een aantal van deze opdrachten gewoon nog zelf. Zodat ik dat niet meer met jullie hoef te doen. Want dat is echt heel veel werk. En dan gaan we dan zeg maar gewoon langzaam beginnen met Odyssey. En ondertussen ga ik hier gewoon de DLC's van opnemen en die komen dan gewoon op donderdag uit. Dat zou eventueel ook nog kunnen, dat ik gewoon dat doe. Dat lijkt me eigenlijk tot nu toe wel een van de betere opties. Alleen dan zit ik nog wel met het grinden naar de levels toe zeg maar die ik moet worden nog om verder te komen in het spel. Want dat is best wel heel erg veel...
werk eigenlijk. Als je erover nadenkt. Een nieuwe locatie, Karanis. Karanis. I want to go to you, because daar is de opdracht nog 90 meter, die we ook nog gaan doen. Voordat we doorgingen naar de volgende villain. Villain, ja, dat is wel het juiste woord, denk ik. Weet ik bijna wel zeker. Ik weet niet hoor, maar de meeste mensen die wij tot nu toe hebben vermoord zijn villains. Dus ja, dan deze waarschijnlijk ook. Are you the Philakitai? Yes. Try not to trample the scene. My job is hard enough as it is. Oh, my apologies. As a protector, I am attracted to such scenes. A fellow protector? Ah, yes, I see your badge. You are a Magi from the old kingdom. Wow. Forgive me. This gruesome business has us all on edge. This is the latest in a series of chilling ritual murders by Wadjet cultists. To be honest, I'm a little out of my depth. I may be of some use to you. I am not unfamiliar with murder scenes. Perhaps you could help investigate. The cultists usually leave a message. I haven't figured it out yet. We could check the temple. You said there have been other murders. The cultists are murdering temple acolytes, public figures in Karanis. No one knows why. Anyone could be their next target. Als iedereen hun next target kan zijn, vind ik het niet heel erg geinig. Want dan kan ik het dus niet. Nou, nee, ik hoef het niet te zijn. This is a lot of blood. Someone was bound and tortured here, in front of this statue. By the signs, they were cut up badly, then dragged outside. It must have been the poor acolyte. There was no one else here. Why did they do this? Ja, waarom is een banaan krom? A Greek god or an Egyptian god once stood. This would make some in Egypt very angry. Someone has smeared the god with green paint. The head has also been covered. Wait, something else is up there. Hij klauwt er dan omhoog, dan kunnen we kijken. Jezus, wat is dit dan? Serapis face is hidden and defaced with more green paint. The green mask of Wadjet has been placed here. Wadjet is goddess protector of Upper and Lower Egypt. Someone is making a clear statement. But how did they get up here carrying all of this? We hear no danger. This is written in blood. It is still wet. The murderers are going to kill the high priest next. We have to find him. The Philakitai should know where he is. The Greeks are terrified. They're saying local... Philakitai, I found the cultist message. They're going to kill your high priest next. The high priest? By Serapis, no. Karani's spirit will die if he does. We need to find him. Where is he? Think, Philakitai. His villa is nearby. I know of a spot overlooking it from a safe distance. This way. You can see the whole area from the temple wall. Your temple is the reason for this trouble. It is a bitterness for the locals. That's absurd. It has increased industry and trade. Everyone has benefited. Your dead acolyte and high priest may not agree. Gods, the trouble I'll get if the high priest lies dead. We must hurry. Try anything here. Hey! Watch it. Vaar iets. Je doet er niet zomaar een keer iemand neerknallen. Oh. Oh, jullie zijn natuurlijk ook level 25, hè? Doe je ook niet zo irritant, doe jij, man, Kees. Met die pijlenboog. En dan weer wegrennen, hè?
gewoon fucking meet you, jij. Fucking lulo. Lulo. Haha, you are a dead motherfucking bitch. And you thought that you could beat me, but you cannot because I'm way too fucking strong for you. Sacrifice me. You are safe now. It is fortunate you are not at the temple. You would already be dead. Serapis, they would have butchered me. These Egyptians are prayerless demons and not men. It was an Egyptian who saved you, priest. Remember that when you pray and give thanks. We Medjai protect all, regardless of their class. Aha, zie dat bedoel. Wij zijn helemaal... I came as soon as the fighting began. I see I am too late. Thank you for your help, Medjai. It certainly made my work here easier. You have interesting timing. What do you know of these bandits? Egyptians unhappy with the Greeks here. Who knows what holes they crawl from? Seeing a Greek god in place of their own incensed them, no doubt. Understandably. You've not seen the last of such trouble, I think. The Ptolemies tend to divide us at times. Sadly, I agree. Greece has brought Egypt much wealth, yet some resist all progress. This depends on your idea of progress. Progress for Egypt or for Greece. Farewell, Philaketai. Next time you protect, remember my code. Nou, maar dat wel weer mooi gedaan. Oh, 18 meter verderop is nog een opdracht. Gaan we die ook maar even doen dan? Ah ja, die kennen we ook nog wel even doen. I saw you with the Philaketai of Karanes. Are you a protector? I am. Is there something wrong? Please, we need your help. Yesterday my husband witnessed something frightening. Soldiers dragged a poor man beneath the temple. Then he heard screams. We're already hungry because there's no grain. Now I'm terrified the soldiers will take my husband. We don't know who we can trust. Not even the Philaketai. Let me talk to your husband. Where can I find him? He's a stonemason working near the temple. Please be careful. The soldiers mustn't see you talk to him. Goed zo voor Fajum. Nou, dat moet lukken. Lijkt me ook wel weer een makkelijke opdracht. Tenminste makkelijk, maar het lijkt me in ieder geval wel... Ja, het lijkt me in ieder geval wel goed. Ik zit nog een beetje na te denken over wat ik zo net zei over zeg maar, dat zo snel mogelijk uitspelen. Ik vind het ook wel belangrijk dat we gewoon de wereld wat verkennen. Anders dan heb ik het gevoel alsof we er toch nog een beetje te veel aan het doorjagen zijn. Dat vind ik ook niet leuk, weet je. Dus we moeten gewoon wel een beetje... Ja, een soort van balans gaan vinden. Ik wil gewoon dit spel rustig uitspelen en dan verhalen maar wat later spelen. Dat vind ik ook niet erg, ja. Ja, kijk. Ja, wacht, is dit. Your wife has been to see me. Shh. How did you get up here? By a moon, that woman interferes. I told her. What can we do? Just act normal. Yeah, that's it. Stay normal. Calm yourself. She said you saw soldiers take someone below the temple. Yes. No! Yes. Okay, it's true. It wasn't the first time. But yesterday was different. There were screams that would wake the gods themselves. So many screams. Now please, just leave me alone before someone sees you. Just act normal. Beetje fluiten, beetje net doen alsof we elkaar niet kennen. Geniaal. Vind ik echt geniaal hoor. Kijk, oh, wacht, die schat zal hier waarschijnlijk ook onder zijn. This looks like the place the stonemason told me about. Holy fuck. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. Ik was eigenlijk helemaal niet de bedoeling, nu zit ik zelfs vast hier hoor. Ik ga echt fucking snel dood trouwens, dat is helemaal niet geinig. En dit is echt heel erg irritant aan het worden. Ik denk dat ik gewoon echt nog even iets betere gear moet krijgen ofzo. Ja, dan weet ik wel zeker dat ik betere gear moet krijgen, want dit is gewoon niet te hard eigenlijk. Jongen, het is niet te hard hier ook. Jezus Christus, wat een moeilijk spelletje. Af en toe. En de andere keer gaat het juist weer ver makkelijk dat ik denk, oké, chill, easy mode. Maar nu, elke keer als we tegen level 25 moeten vechten, dan denk ik, laat maar. Ik ga eventjes snel hierheen, want ik heb denk ik een idee. Ja. Best een onheel goed idee zelfs. Ik ga even naar deze beste meneer.
En dan babbel ik even met deze wesp mee. En dan ga ik eventjes naar het upgraden van dingen. En dan wil ik eigenlijk eens eventjes mijn hoek. Wacht, die is al level 20. Dan wil ik mijn andere upgraden eigenlijk, liever. Hello sir, you have this weapon for me and I want you to upgrade it to level that I need. Het mag wat kosten hier. Het mag werkelijk maar asociaal veel kosten zelfs. Nou, dat was 3000 weer. Oh, nu moeten we helemaal naar beneden toe scrollen, want we moeten nog eentje upgraden. Dat is de wassende maan. Deze moet ook upgraden, want deze is echt belangrijk voor mij. Dan gaan we nou upgraden. En als we iets kunnen kopen, kunnen we dan... Oh, we kunnen hier niet echt dingen kopen. We kunnen hier wel dingen kopen, maar het zijn niet dingen die ik wil hebben die we gaan kopen. Die wil ik hebben. En dan wil ik nu ook weer jou als wapen gebruiken. Het is misschien ook wel beter dat we dit wapen gebruiken, want dit wapen is gewoon... Net even iets beter, omdat je er ook nog levens mee krijgt. En als je er levens mee krijgt, dan maakt het leven gewoon heel erg makkelijk. Een soort van. God, this looks like the place the stonemason told me about. Target is in my brain! Nou, hakken we de winst de eerste weer kapot. Eerst moeten we jou killen dan. Ik heb nu leven. Godverdorie, dit is wel heel erg ellendig. Maar ik weet niet hoezo dit allemaal zo moeilijk moet zijn. Want het slaat toch eigenlijk helemaal nergens op dat we hier al moeite hebben met vier guys. Het is niet de meest ideale plek om te vechten, dat geef ik toe. Want ja, het is gewoon heel erg on-chill, zeg maar, dat je in zo'n klein hokje moet vechten. Ik ken mijn poppetje sowieso niet zo heel goed tegen, omdat we gewoon heel vaak dan doodgaan. Heel vaak. En met heel vaak bedoel ik dan ook echt heel erg vaak. En het komt waarschijnlijk ook omdat wij hetzelfde level zijn als dat de mensen zijn waar we tegen aan het vechten zijn. Dat helpt ook niet echt heel erg mee natuurlijk. Ik bedoel, meestal is het zo dat wij een paar levels hoger zijn en dan lukt het wel. Maar als je hetzelfde level bent, dan is het toch vaak net even iets anders. Deze kunnen we in één keer neermappen, denk ik. Verwacht ik eigenlijk wel. En dan hoeven we nog maar tegen eentje te vechten. Nou, die is nu ook dood. Dus dat maakt het gewoon wel heel erg relaxed. Oké, dan hebben we nu eindelijk gewonnen. Weten we eindelijk wat we gedaan hebben en hoe we het gedaan hebben. Lucky for us, we did it. My moon. What has been done here? Nou, iets wat ik eigenlijk liever niet wil weten, denk ik. Someone called the butcher is strong-arming farmers. I need to find him. I should follow this trail of loot. A bathing sobek. Bathing. Must be in water. A sobek in water. Bezoek de gezonken tempel van... Een ondergrondse opslag hebben we in ieder geval weer voltooid. Nou, nu moeten we dan dus nog weer 500 meter lopen. Eigenlijk is dat best wel ver. Maar goed, weet je, we moeten er wat voor over hebben voor dit leuke, gezellige wereldje. Nou kijk, we hebben nu in ieder geval weer één van onze wapens level up. Die is nu alweer 25. En als we dan level 30 zijn, gaan we weer die hoektand upgraden. Want dat is wel makkelijk, weet je. Dan heb je gewoon om 5 levels een ander wapen. Dat vind ik zelf wel heel erg plezant en ook nog wel leuk. Nu moet ik even mijn andere wapen pakken. Dit is mijn andere wapen. Nee, dit is niet mijn andere wapen. Nou goed zo, weer 3 van die leren erbij. Dat hebben we ook gewoon echt nodig. We hebben gewoon echt vet veel spulletjes nodig. Waaronder voornamelijk leer. Met leer kunnen we namelijk gewoon weer dingen upgraden. En als we dingen kunnen upgraden, dan worden we sterker. En als we weer sterker worden, dan wordt het weer makkelijker. En als het makkelijker wordt, dan word ik weer blijer. Want als ik blijer word, ja, ik word niet blij van makkelijk per se. Maar ik word wel blij dat het makkelijker gaat worden. Omdat je dan gewoon, ja, kan je weer wat verder komen, toch? Dat is gewoon leuk. Ik zou net zeggen, die kan ik niet missen meer. Die nou nog een keer ging missen, dan had ik mezelf echt een lul gevonden. There's a Sobek ruin not far from here. The butcher's loot could be nearby. Dat zou zomaar eens kunnen, ja.
Bezoek de gezonken tempel van... Wil ik nou denk ik weer mijn andere pijlenboog vinden? Those are guards. This must be the place. The bathing Sobek should be close. Gaan wij lekker duiken. Best not to draw attention here. Nee, dat denk ik ook niet. Dat we hier best geen aandacht kunnen besteden aan dat soort dingen. Alleen ik denk wel dat ik straks weer veel te lang onder water zit. Daar ben ik eigenlijk wel bang voor. Vandaar dat we nou ook gewoon eerst weer even snel lucht gaan happen. That must be the bathing Sobek from the butcher's letter. Ja, dat denk ik ook, maar ik moet even uitvinden hoe ik hier kom. Ah, found it. Moeten we nou eerst nog een keer omhoog? Ik denk het wel. Want... Kut. Daar ging ook nog maar net goed. Dan gaan we gewoon de beest zo snel mogelijk killen. En nu duiken we als een idioot naar beneden. Gaan we hier zeg maar de trap af. Ik denk dat we hier heel veel wijsheid aan doen. There is an engraving on the chest depicting Sokolobayo. That is a village west of here. The coins are in bags normally used to store grain. Did this come from a storehouse? Ja, dat zal, maar ik moet wel even nog uitvinden waar mijn andere dingetjes, of niet? Moeten we die ook nog eens snel zien te fixen, want dat zou wel heel erg ideaal zijn. Dan hebben we weer een puntje gehaald van de map. Weer een vraagtekentje erbij, die we dan gecompleteerd hebben. Nog weer 400 meter, jongen, moeten wij weer ver reizen. Die boot achter mij aan. Dat betekent dat ik nou even lekker onder water ga. Dan kennen ze me namelijk niet vinden. Waarschijnlijk wordt de locatie goed bewaakt. Ja, dat zal. Maar ik kan ook heel goed bewaken hoor. Dat ze dat maar hebben weten. Want dat weten ze niet. Maar dan komen ze wel achter straks hoor. Want, ah, sociaal, hoe sterk wij wel niet wezen. Kijk hoe lang wij onder water kunnen blijven. Dat is ook niet normaal eigenlijk. Ah, sociaal zelfs. Hebben wij weer geluk dat we die krokodillen hier af en toe eens even hebben. Alleen soms zijn ze ook heel erg irritant. Maar op sommige momenten dan ben ik toch wel blij dat ik die krokodillen zie. Dan denk ik, oh jee, that makes my life so easy. Deze dingen, die moeten we gaan, ook even gaan killen. Want als we die gaan killen, dan krijgen we weer leer. En dat hebben we nodig, heel toevallig. Heel toevallig hebben wij leer nodig, ja. Ik weet niet of het toevallig is trouwens hoor, maar ik weet wel dat we het nodig hebben. En je krijgt er toch weer stevig leer van. Dat maakt het toch wel heel makkelijk om op deze manier ook nog stevig leer te krijgen, ja. Ik bedoel, het zijn een paar schoten en we krijgen gewoon af en toe vier stevige leer erbij. Dat is ook gewoon reet te veel ook nog. Die er nog even bij. Goed zo jongens, we zijn weer hartstikke goed bezig. Weer een stevig leer. Wij even kijken bij onze uitrusting of we weer wat kunnen upgraden bijna. Nou, dat schiet al wel redelijk op. We moeten alleen nog heel veel andere dingen erbij fixen. Maar dat komt nog wel. Dat is nog wel te doen denk ik. Een soort van misschien heel erg, misschien een klein beetje. Weet je, als het maar een klein beetje zijn, dat zou toch al wel heel erg geweldig zijn. Ik vind wel trouwens dat het soms dan duurt het denk ik wel rete lang. Maar als we level 26 zijn, dan denk ik dat we daar wel die people's daar aan kunnen. And here I am, at last, in the Fayum. I will root out the agents of the crop. Is dat hier al?
Ik dacht dat we daar nog een stuk verder voor moesten lopen. Ik dacht dat we daar hier voorheen moesten gaan. Maar hier vind ik ook goed, dat maakt mij niet zoveel uit. Alleen, daar was ik nog niet helemaal op voorbereid. Dat gaan we nu ook nog niet doen, want ik moet er eerst maar even hier kijken. Let's go towards that place. Dan worden we waarschijnlijk goed bewaard. Maar nu zijn we er klaar voor, want we weten wat ons te wachten staat. En als je weet wat je te wachten staat. Seems I'm not the first visitor today. Trade activity has increased tremendously, creating substantial economic growth for Greek business. Ja, voor Greek, maar we moeten ook voor Egypte, of niet? Dus hierheen. Ik denk eigenlijk dat we daar die bewaker moeten gaan vermoorden, want als die dood is. That is a lot of guards for a simple storehouse. This must be the place. I have to get past them if I want answers. Is wel heel knap. Dat is wel heel erg knap hoor. En ook een beetje raar. The butcher will be nearby. What are these goons hiding? Dat weten we niet, maar daar komen we vanzelf wel achter. I hear they took his arm at the butcher's order. I guess we are common thugs now, not soldiers. Shh, keep your voice down. Kamoto, this is not what. Oké, gaan jullie eraan hoor. Haha, dat vind ik leuk. Dat vind ik wel echt leuk hoor. Eerst toe willen doen en nou. I think that we are soldiers. Not any soldiers anymore, but we are common thugs. Dat is waar, dat zijn jullie ook. Want anders dan zouden jullie niet zulke klootzakken zijn. Wauw, jij bent wel heel slap. Ik weet niet wat je denkt, maar je bent wel een fucking loser. Tjonge, jonge, jonge, jonge. Dus dan moeten we snel al die... More grain. The poor are starving while the rich fill their storehouses. This has to stop. I should keep looking around. This is where they are hiding all the grain. Taken straight from the tables of Fayum families. Damn this greedy Nekatiadet. I should look around. Who did they? Ledger entries showing payments for grain. Huh. The butcher is not paying the farmers even enough to live. I need to find information on where he is. Die gaan we hier waarschijnlijk dan vinden. Ah, this is it. The butcher is in the villa nearby. It is time this butcher and I had a talk. Nou, vind ik wel een goed idee, eigenlijk. Denk ik. Ik weet niet of ik het een goed idee vind, maar ik weet wel dat ik het een goed idee vind, want dan hebben we waarschijnlijk straks de missie gehaald en dan hebben we de missie gehaald. Ja, dan vind ik het op zich wel een heel goed idee. Dat maakt het een goed idee. Laat ik het aanhouden, ja. Want ik weet niet of het daadwerkelijk een goed idee is, hoor, maar... Work with me. Oeps. Basket clear. Stop any... Rennen die nou weg of zo? Ik weet niet wat ze aan het doen zijn, maar ze rennen voor mij gewoon weg. Nou, als jullie wegrennen, dan ga ik ook weg hoor. Later, dat smeer ik nu op. Daar ga ik nu, tjallas, bitch. Nou weten ze niet meer dat ik er ben. Nou weten ze niet meer dat ik er ben. Dat is enig wat zeker is, dat kan niet. Want nu ben ik al lang weg. Ik ben al zo ver weg dat ze niet eens meer weten waar ik ben. Dus dan kan je me ook niet meer betrappen of zo. Dat lijkt me wel heel raar. Klauteren we hier denk ik omhoog. Ik denk tenminste dat dit de juiste weg is. Over hier dan omhoog gaan, zo. En dan gaan we hierheen, ja. En dan gaan we zo. En dit is het gebouw die we dan moeten vinden, denk ik. Ja, dit is dan het gebouw. Kluis der Rijkdommen, inderdaad. Ah. Here is the vlaka who's been messing with my business. We were just discussing you. You've been stealing grain from Fayum, starving people for profit. You're not from Fayum, are you?
Your speech reeks of the countryside. That grain belongs on Egyptian tables. You naive backwater Malakia. I take orders from above. If not me, someone else will do this. This is business. People pay what they owe, or I take it. It's not personal. I give you a choice now. Leave me alone and live, or die here. Others thought the way that you do. Then they murdered my son. Everything is personal. You filthy Nekatiadet! Oh, wat schattig. Gaan ze me nou geprobeerd te vermoorden? Als ik nu verlies, dan ben ik wel een lul trouwens. Guards, take care of this. Daar gaat je eerst de guard. Guards, take care of this, bitch. Je stelt er geen eens een drol voor ook nog. Dan moet je ook nog wel een stuk sterker zijn om mij te kunnen verslaan hoor. Bevestig de dood, even koekeloeren. Ja, jij bent hartstikke naar dood. The Lord of the Doat awaits. Kijk, hebben we zien nog wat waardevolle spullen? Nee, helemaal niet, hè? Helemaal niet? Wat jammer. Dat vind ik dan wel een beetje jammer, hoor. Beetje heel erg jammer zelfs. Nou, dus nu hebben we... Vloek van Wadjet. Moeten we die nog doen? Zijn we al level 26? Nou, we zijn al lang geen level 26, zie ik. Dus dat zou betekenen dat we die ook nog wel kunnen gaan doen. Maar als we naar de missies kijken. Hebben we nog echt vet veel missies trouwens. Maar als we hier naar gaan kijken. Dan staat er dat we hier moeten zijn voor dit. Dus ik denk dat we dat maar eens even gaan beginnen. Lijkt me in ieder geval wel heel wijs. Een soort van wijs. Ik weet niet of het wijs is. Maar het lijkt me wijs. En als het me lijkt om wijs te zijn. Dan kunnen we dat best wel proberen. Tuurlijk kunnen we dat proberen. Want ja, als je het niet probeert. Dan weet je zeker dat het je niet gaat lukken. Dat is één ding wat zeker is. Ik zie hier trouwens nog echt moeten schat zijn. Die is hier beneden, oké. Als ik weet hoe ik hier binnenkom, dan kan ik hier die schat pakken. Maar ik weet niet hoe ik hier binnen moet komen, dus dat is nog wel even lastig dan. Nou, het kan nooit heel erg moeilijk zijn, lijkt me. Maar ja, dat weet ik dus niet zeker, omdat ik niet weet hoe we hier binnenkomen. Maar als we hier binnenkomen... Dit is inderdaad ook niet zo heel spannend. Dit is gewoon een charge en een hak en een tak en een dood. Dat is wel heel erg moeilijk inderdaad. Jongen, 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 jongen. Nou, dat hebben we weer weten te pakken. Die. En die hebben we weten te pakken. Hier zijn ook nog een paar van die kleine dingetjes die we mee kunnen nemen. Want ja, waarom ook niet? Daar ga ik maar niet heen, want het lijkt me niet heel erg interessant om daarheen te gaan. Aangezien wij toch een totaal andere kant op moeten en we hebben de opdracht al gehaald die we hier hadden, die vraagteken. Dus dan heeft het niet zo heel veel zin om de rest ook nog erbij te gaan doen. Maar ik wil nog even snel die 30 meter lopen om daar de laatste opdracht te doen. Otterfred! Nek is not here. I need to find out where my informant is. Scrolls and ink. Ah, I think that tells me where Hotefres has gone. Wait, feathers. From a messenger pigeon. Culture for all! Greek and Egyptian knowledge join in a new life of restoration. The pile is being raised above its humble beginning. A letter left behind by my informant. It looks like he fled, but the soldiers caught his servant. En die is daar dus al heen. Oké. Okay. The servant is still alive. He'll know where Hotefres is. They'll be holding him at the nearby military camp. Wacht, kunnen we hierheen fast travelen weer? Ja, we kunnen hier gewoon weer heen fast travelen. Dat maakt het wel heel erg simpel. Ik denk dat ik dit vraagtekentje nog even doe. Dan ga ik dan de aflevering afsluiten. En dan gaan we dan de volgende keer weer verder met op zoek naar vind en red blablabla. Dat lijkt me gewoon weg wel het makkelijkste. Nou gaan we hier eerst eens even stoppen, want die vent is level 30. En level 30 zijn we echt nog lang niet. They will attack on sight here. What they know? I'm going to kill you for that.
Dat is eigenlijk wel heel vaag, maar goed. Nou, dat ging ook nog maar net goed eigenlijk. But we did it. We have killed them all. En we hebben nu waarschijnlijk ook weer wat XP erbij. En ik heb nog geen opslaan knopje gezien. Maar ik denk wel dat we gaan stoppen nu. Dus ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze aflevering. In de volgende aflevering gaan we dus weer verder met het verhaal. Sowieso gaan we elke keer bijna wel verder met het verhaal. Misschien kunnen we deze wel ook upgraden. Misschien. Maar ik weet niet. Ik heb eigenlijk liever deze. En deze is moeilijk. Want dan moeten we van die leren, van die leeuwenhuiden en zo nog zien te fixen. En best wel veel ook nog. En om die te vinden is best wel lastig. Kijk, daar zit er misschien eentje met vier huiden. Maar... oh, en daar zit er ook een met vier huiden. Maar dan moet je dus elke keer gewoon een tering aan het lopen. En dat is gewoon wel heel erg jammer. Want daar heb je niet altijd zin in. En ja, dat dus vooral. Volgende aflevering gaan we hier dus heen om deze te halen. En dan zien we dan weer verder. In de vaardigheden kunnen we ook weer twee punten uitklikken. Dat is misschien ook wel weer iets wat heel erg nice is. Op mijn hoofd die lucht. Nee, maar dat hoeft niet voor mij. Verbeter de jachtboot. Boog. Dat hoeft ook niet. Wat voor boog gebruik ik eigenlijk? Moet even kijken bij de uitrusting. Wij gebruiken voornamelijk de... kan je dat ook zien? Oh, dat is een jachtboog. Oh, dan wil ik die wel upgraden, de verbeterde jachtboog. Zult ik door het schild verdedigen? Houdt ingeluk om een roofdierpijl te schieten. Maar dat is een strijdersboog, die hoef ik dan weer niet. Pesten met adelaar, oké, dat zou ook nog eventueel kunnen. Gifpijlen lijkt me helemaal leuk. Maar goed, dan moeten we eens die en dan weer die, dat is fucking veel werk. Dat is helemaal handig, die moet ik hebben. Ja, dat is echt heel erg belangrijk. Als je die hebt, dan kan je vet makkelijk alle andere dingen... ook nog krijgen, zeg maar. Als je die hebt, dan kun je heel makkelijk weer doorgaan naar de volgende shit. Dus dat is echt wel heel erg interessant. Of zoiets is ook vet handig, misschien. Ja, er zijn nog best wel heel veel andere dingen die ook gewoon super handig kunnen zijn. Maar goed, we gaan daar wel even naar kijken in de volgende aflevering. Zulke dingen zijn ook wel handig en dit is handig. Ingelukkig om een duwcombinatie te doen en extra XP als je mensen aanvalt. Weet je, het is allemaal leuk en het is allemaal handig, dus het is gewoon... die is wel heel erg, maar laten we volledig... die wil ik hebben, die is echt heel erg belangrijk. Dat is echt ook wel heel makkelijk. En die hebben we al een tijdje nodig. Dieren waren en zou kunnen verkocht worden. Je kunt in zeldzame dingen kopen, dat hoeft voor mij eigenlijk niet. Ik wil... die wil ik wel hebben. Vuurbommen. Dat is wel heel makkelijk. En slaappijltjes kunnen ook wel heel makkelijk zijn. Maar goed. Voor nu bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En ik zeg later.